Val je moeilijk in slaap? Wil je optimaal herstellen van je training of van een zware werkdag? In deze video geef ik je cruciale tips om je slaaproutine en je slaapkwaliteit te verbeteren, zodat jij elke dag er weer in kan vliegen en kan werken aan je doelen. Roll the intro! Hey team! Welkom terug bij ons kanaal FitFacts, waar jouw veelgestelde vragen over fitness, gezondheid en een actieve levensstijl beantwoord zullen worden. Daarnaast geven we ook workouts waarmee je aan de slag kan om een fittere en betere versie van jezelf te worden. In deze video overloop ik chronologisch hoe jij jouw avondroutine kan optimaliseren om beter te slapen en beter uitgerust te zijn, zowel fysiek als mentaal. Het eerste waar je op moet letten gaat onder andere over voeding, cafeïne en alcohol. Een koolhydraatrijke snack voor het slapen gaan kan ervoor zorgen dat je sneller en beter in slaap valt. Maar eet zeker niet meer te laat en te veel net voor bedtijd. Je laatste grote maaltijd valt dan ook best 3 à 4 uur voor het slapen gaan en is best rijk in koolhydraten en eiwitten, maar arm in vetten. Factor nummer 2 die een belangrijke rol speelt bij je slaappatroon is het welbefaamde blauwe licht waar we vaak te maken mee krijgen 's avonds laat door onze gsm, tablet of zelfs televisie. Vermijd fel blauw licht tot 1 à 2 uur voor het slapen gaan, want het onderdrukt de aanmaak van melatonine in je lichaam. En melatonine heb je net nodig om slaperig te worden en om vlot in slaap te vallen. Maak jezelf liever de gewoonte om voor het slapen gaan nog even te lezen in een boek. Wedden dat je je snel moe zal voelen? Naast voeding is er ook nummer 3 en moeten we het hebben over drank en drinken 's avonds laat, want ook dat heeft een invloed op jouw slaappatroon. Cafeïne en alcohol zorgen ervoor dat je slechter in slaap valt en zorgen ook dat de slaapkwaliteit achteruit gaat. Drink je laatste kop koffie ten laatste 6 uur voor het slapen gaan. En beperk alcoholinname en ga hier verstandig mee om. Zeker wanneer je wil volharden in je doelen. Zorg er doorheen de dag bijvoorbeeld ook voor dat je voldoende water drinkt, zodat je niet 's avonds laat nog plots heel veel moet gaan drinken. Drink je 's avonds wel nog heel veel, dan is de kans groot dat je tijdens de nacht zal moeten opstaan, waardoor je slaapkwaliteit en kwantiteit zal verminderen. Nummer 4 is heel belangrijk. En misschien wel, en zeker voor mezelf, de moeilijkste. Het gaat hier om een moeilijke naam, in het Engels circadian rhythm, in het Nederlands circadiaan ritme. Dit is onze zogenaamde biologische klok die ons slaap- en waakritme duidt. Waarom is dit nu zo belangrijk? Wel, ons lichaam is geprogrammeerd om wakker te zijn wanneer het buiten licht is en te slapen wanneer het buiten donker is. Maar in ons dagelijks leven, zoals het nu is opgezet, luisteren we niet altijd meer heel goed naar die biologische klok. En dit kan na verloop van tijd voor problemen gaan zorgen in ons slaappatroon. Concreet wil dit zeggen dat er een verschil is tussen om 10 uur 's avonds gaan slapen en om 8 uur 's ochtends opstaan, of om 1 uur midden in de nacht te gaan slapen en om 11 uur 's middags opstaan. In beide gevallen heb je 10 uur slaap. Maar toch is er eigenlijk een verschil. In het eerste geval volg je namelijk meer het ritme van donker en licht. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om te vermelden dat de lange zomerdagen, de omschakeling tussen zomer naar winter uur en omgekeerd, het natuurlijk niet makkelijker maken. Conclusie. Probeer dus te zorgen voor een vast slaappatroon dat zoveel mogelijk overeenkomt met dag en nacht. Zorg voor veel en fel licht wanneer je opstaat en probeer niet te snoezen, want dat bevordert je slaapkwaliteit niet. Tip nummer 5. Meditatie en journaling kan helpen om de stress te verminderen die je voelt op lange en op korte termijn. Een relatief korte, maar goede oefening, en die is ook best wel populair, is om 's avonds nog op te schrijven wat je eigenlijk leuk vond aan je dag en de dingen te noteren waarvoor je dankbaar bent. Ook altijd leuk is om dan achteraf die zaken terug te lezen, want eigenlijk creëer je een opsomming van allemaal positieve en leuke dingen die je hebt meegemaakt, maar die je waarschijnlijk anders zou vergeten.
Als laatste is het goed om je kamer relatief koel te houden. Dus let op je kamertemperatuur. We slapen namelijk beter in een kamer van 18 tot 20 graden Celsius. In de winter kan het helpen om handschoenen of sokken te dragen indien je daar echt nood aan hebt. Door jezelf deze tips en aandachtspunten eigen te maken, zal je jezelf een nieuwe routine aanleren en een slaaproutine creëren waardoor je lichaam na verloop van tijd zal weten dat het slapenstijd is, je dus moe zal worden en dus sneller in slaap zal vallen, beter zal slapen en dus minder zal wakker worden tijdens de nacht. Is er nog een tip die we vergeten zijn en die we zeker moeten weten? Laat het hieronder even weten wat helpt voor jou. En dan voeren we daar verder de discussie en praten we er verder over. Heb je nog vragen? Stel ze dan ook hieronder. Ik zie jou terug in een volgende video. Like deze video als je hem leuk vond, als hij geholpen heeft. En subscribe als je niets meer wil missen. Ik zie jou in een volgende video. Bye!